is vandaag zondag en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben inmiddels wakker, zoals je ziet. Ik ben echt heel erg laat gaan slapen. Ik ben echt om, was het 2:30, 3 uur vannacht in slaap gevallen. Ik slaap heel slecht de laatste paar dagen. Er is de afgelopen paar dagen ook best wel wat gebeurd, moet ik heel eerlijk zeggen. Wil je dat nou zien, dan moet je eventjes de vlog van komende woensdag kijken. Dit is eigenlijk een dag later, maar komt 2 dagen eerder online. Heel gek, maar ik mis een video op die dag, dus ik moet wel heel even zo. Maar goed, in ieder geval, goedemorgen. Ik ga eventjes een vlog kijken van Zoe. Even lekker wakker worden en een kopje koffie. Ik heb vandaag behoorlijk wat op de planning staan. Ik heb nog een paar opdrachten die ik vandaag moet gaan maken voor school. Of eigenlijk voor stage. Dus dat staat er vandaag op de planning. Mijn fans heb ik trouwens gisteren opgehaald. Dat is wel eventjes leuk om te vertellen. Ze hebben gratis en voor niks. Vond ik super chill van ze. Een hele leren achterkant in mijn hiel gezet. Omdat die dus helemaal kapot was. En op de lijnbaan in Rotterdam zijn ze er nog steeds van overtuigd dat het komt omdat ik mijn schoen niet goed aantrek. Maar goed, lang verhaal kort. Ze zijn inmiddels 1,5 week weg geweest. Ze zijn weer terug. Ze zijn gemaakt. Dat is allemaal heel mooi. Vanmorgen toen ik wakker werd, dacht ik, oeh, ik heb het koud. Dacht ik, zet mijn raam even open, een beetje luchten. Maar nu heb ik dus mijn badjas aangedaan. Maar het is heel warm. Ik heb trouwens gisteren dit gouden kettingje gehaald. Het is niet echt goud, het is een laagje goud die erop zit. Maar er zit een klavertje op in. Hoe mooi. Ik ben heel erg van de gouden sieraden de laatste tijd. Nu heb ik meer zilveren sieraden dan gouden sieraden. Maar goed, dat geeft niks. Want ik kan gewoon afwisselen. En ik draag mijn kettingen tegenwoordig niet meer 's nachts. Ik draag ze alleen overdag. Misschien dat ik zo meteen wel weer terugwissel naar zilver. Want ik wissel heel veel van zilver naar goud. Ik vind goud de laatste tijd iets leuker om te dragen. Maar ik vind zilver daarentegen ook heel erg leuk. Dus vandaar. Maar goed, in ieder geval. Ik word echt warm. En vanmorgen toen ik wakker werd, dacht ik, oh, het is heel koud. Ik doe mijn badjas lekker aan. Maar nu? Poeh, het is warm. Ik heb trouwens ook lekker. Ik giet bijna mijn koffie over de hand heen. Koffie gehaald. Dus die ga ik even lekker drinken. Dus ja, ik had gewoon het idee om jullie vandaag een beetje mee te nemen, dus dat ga ik ook gewoon doen vandaag. Camera focust, maar focust ook weer niet. Hij heeft heel veel last van de afgelopen dagen. Ik heb trouwens mijn skincare net gedaan en mijn crème opgedaan. Ik ga verder geen make-up opdoen vandaag. Geen zin in. Ik ga zo even pijnstillingen nemen, want ik heb heel veel hoofdpijn. Ik weet niet hoe ik daaraan kom. Misschien ook wel wat gezeur wat de afgelopen dagen is geweest. Ik heb trouwens gisteren mijn telefoon teruggezet naar fabrieksinstelling. En nu lijkt mijn telefoon echt een compleet andere telefoon. En ik heb een ander. Voorzichtig mijn koffie inzetten. Eventjes op het kabel eraf halen. Zo. Ik heb een doorzichtig beschermend hoesje eromheen zitten. Super chill. Maar daar gaat het deel. Mijn telefoon heb ik gisteren dus teruggezet naar fabrieksinstellingen. Voor jullie ziet het er misschien niet anders uit, maar voor mij wel. Want het lettertype is alles anders, alle appjes staan anders. Ik mis een heleboel appjes die ik gewoon niet meer gebruikte. Die heb ik gewoon gelijk niet meer erop gezet. Ik heb ook geen backup gemaakt. Ik heb gewoon, helemaal opnieuw begonnen. En dat bevalt me wel een beetje. Dus daar ben ik heel blij om. Ik ga wel even gelijk Instagram checken. I probably make some coffee, decaf coffee, because I won't be able to sleep otherwise, and I'll have some digestives. Here's my baby. There we go. Oops. Just like that one, like that. It's pretty
words, I'm lucky. Coffee? Mate, I can't speak. Got my hot cup of coffee. Going into the bedroom now. Adios, amigos. Het is grappig, ik weet niet of jullie dat konden horen, maar Brooklyn die heeft nog steeds een fan aanstaan in zijn kamer. Goed, wat ik eventjes wil doen met jullie. John Lewis, dat is een merk. We brengen elk jaar een kerst reclame advent uit. Die staat nu dus ook weer op YouTube. Hij is in samenwerking met John Lewis en Waitrose. Dat is een supermarkt in Engeland. En weet ik het wel allemaal. Maar ik heb hem dus nog niet gezien. Hij staat klaar. Het is het advent van 2019. En ik wil hem gaan kijken en ik wil erop gaan reageren. Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, let's go. We gaan gewoon gelijk beginnen. Ik kan niet wachten. Draakje wil ook meedoen, maar hij kan niet omdat hij elke keer vuur uit zijn neus en oren komt. Hij smelt alles in winter. En hij verbrandt alles in winter. Oh, draakje komt nu niet meer naar buiten. Hij past er niet bij, doet hij alles verbrand en ontdooit. En toch is hij ergens goed voor. Hij kan wel een brood bakken door het vuur. Oh, cute. Goed, ik ben aangekleed. Ik heb mijn kamer net gestofzuigd. Ik heb nu gemopt, dus de vloer is helemaal nat. De mop staat hier. Ik ben even aan het wachten tot de vloer droog is. Ik ben op zich wel lekker een ochtendje bezig, zo moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ga nu heel even gauw YouTube checken. Wat ik trouwens ook gisteren in één keer heb gedaan, waar ik in één keer dacht van, oh, dat is ook wel slim. Ik heb YouTube Studios gedownload. Waardoor ik nu dus gewoon kan zien hoe het met mijn video's gaat. Ja, gewoon hoe het helemaal gaat. Ik kan er nog dingen bijvoegen. Dat is allemaal heel fijn. Dus ja, daar ben ik heel blij om.
Ik ga heel even gewoon nog een paar dingen checken. En dan ga ik zo nog eventjes stof afnemen in mijn kamer. En als dat allemaal klaar is, dan ben ik helemaal happy. En wat ik trouwens gedaan heb onder mijn bed. Ik zal het zo proberen te laten zien als ik de rolgordijnen naar beneden doe. Ik heb een lamp onder mijn bed gezet. Precies in het midden. Met een afstandsbediening waarin ik het licht kan besturen. Dus het leuke is nu dat als het 's avonds donker is en ik zet die lamp aan, dan komt er licht onder mijn bed vandaan. Hoe leuk is dat? Dat vind ik wel heel tof. Maar dat zal ik zo even laten zien als de vloer een beetje droog is. Het is aardig warm hier, dus ik heb een idee dat het wel heel snel droogt. Ik zie het daar al droog geworden, dus ik denk dat het wel snel klaar is. Ik heb het rolgordijn zo ver mogelijk proberen naar beneden te doen. Maar er komt natuurlijk best heel veel licht door. Maar kijk, dit bedoel ik dus. Die bol staat daar, er liggen hier nog een paar aantal kussens. Een cadeautje onder mijn bed. Maar die lichtbol staat dus daar en dan komt er dus zo, gewoon leuk, licht onder mijn bed vandaan. Goed, even mijn licht uitzetten, want die staat nog aan. Hey. Goed, ik heb even een paar beschuitjes. Ik moest nog eten, tenminste. Ik heb al gegeten, maar iets meer zat te lekker. Het is extra belegen kaas. Oh. Ik eet normaal altijd oude kaas. Of komijnen. Maar goed, alles is verstopt en gedaan. Dus ik ga even lekker een beschuitje eten. En dan ga ik zo een paar boodschappen halen. Maar eerst even wat naar binnen werken, want ik heb wat trek. Goed, oh wat zijn mijn lippen wit. Bah, even gauw wat opdoen. Die hou ik echt niet van. Oh, jongens en meisjes, ik wil jullie even iets zeggen. Oh, ik probeer mijn lichtje aan te doen. Maar... ja, nu wel. Misschien is het iets vroeg, misschien is het niet iets vroeg. Maar... ik wil mijn kerstboom gaan pakken. Ik ga hem nog niet versieren. Ik wil hem alleen neerzetten. En inpluggen. Voor de lichtjes en de gewoon de gezelligheid. Zo, dat is beter. Beetje lipgloss op. Lippenbalsem dus. Oeh, hoehoe. Dus ik ga de kerstboom naar beneden halen en hopelijk gaat het lukken. Ik ga jullie even meenemen. Hier stond hij niet, nee. Welkom trouwens op onze zolder, a.k.a. slaapkamer van mijn ouders, a.k.a. rommel. Die kerstboom, waar staat die? Waar heb ik hem toen neergezet? Volgens mij hier achter het schot. Dacht ik hoor, weet ik niet zeker. Daar is die. Tadaa. Ik heb er nog een paar kleine balletjes in van vorig jaar. Die heb ik laten zitten. Zo. En dan neem ik hem mee naar beneden. De versiering en zo doe ik pas echt in december hoor. Ik vind het leuk om hem nog eens neer te zetten. Hier is het gevonden.
vind het wel leuk staan zo in het hoekje. En dan komt hier ook nog iets met kerst en op mijn raam komt nog iets leuks. Ja, ik ben een en ik ga proberen. Ik vraag me nu eigenlijk af of ik dat wel ga redden. Of ik mijn stopcontact kan krijgen vanaf hier. Het is geen heel lang kabeltje. Waar is mijn stopcontact? Oh. Waar is die? Hier zo. Wat zit erin dan? Oh, dat ding. Ja. Denk ik. Oh, dat is heel lastig. Denk dat ik die er gewoon uithaal, want die gebruik ik op zich toch weinig. En als ik hem echt nodig heb, kan ik hem er altijd nog in doen. Die hier. En dan weer heb ik een kabel op. Wat een gedoe. Dit ga ik natuurlijk never nooit redden. Dus ik ben bang dat dit verder naar voren getrokken moet worden. Kijk, redden doe ik het op zich uiteindelijk wel. Ik zou deze naar voren moeten trekken en niet... Of ik zet hem er gewoon onder, dat kan ook. Dat hoef ik helemaal niet moeilijk te doen. Het is wel leuk zo. Hij doet het. Ik ben alleen niet zo eens over het stopcontact. Maar goed, ik plak de kabel gewoon tegen. De muur of zo met een plakbandje. Dat hij in ieder geval blijft zitten. Zo of zo, weet ik veel. Blijft hij in ieder geval zitten. Maar goed, voor nu is dat prima. Ik vind het heel leuk staan. Ik wil hem alleen zo ver mogelijk deze kant op hebben. In de hoek. Jee! Hij staat er. En hij staat super leuk. Dit is s'avonds ook echt een leuk gezicht, denk ik. Ik moet hem alleen iets beter gaan uitvouwen. Want het is allemaal nog lekker een beetje ingeklapt. Wegzetten. Nou ja, hij staat in ieder geval zonder nog lichtelijke versiering. Alleen de lichtjes zitten erin en een kralenslinger. Doe ik bewust, want ik wil in december echt alles gaan versieren. Maar dat vind ik nu nog een heel klein beetje te vroeg. Dus vandaar dat ik daar nog maar even mee ga wachten. Mijn foto's komen trouwens weer half van de muur af. Dat is niet de bedoeling. Ja, hij staat. Goed, ik ben redelijk klaar met huiswerk. Dat is mooi. Wat ik nu wil gaan doen, zet jullie even hier neer. Je denkt waarschijnlijk tegen wie sta je nou weer te lullen. Tegen de kamer. Ik ga mijn kledingkast terug inruimen. Ik heb net mijn hele hangtrailt van mijn kledingkast compleet leeggetrokken. Want ik kon gewoon geen shirtje meer in mijn kast. Dus ik ga alles even uitzoeken wat ik in mijn past. Dan stop ik gewoon gelijk even in mijn zakken. Dan dat ik het weer terug in mijn kast hang. Ik kan het hier dicht doen. Verder en dan zie je ze me niet meer. Dus ja. Dat ga ik nu doen. Ik ben benieuwd of er overblijft van mijn kast.
Oh, goed. De kast is lekker opgeruimd. De kamer is helemaal recht getrokken. Ik ben er heel blij mee. Mijn kledingkast is gewoon onder zijn alle dikke truien en dikke vesten en jurkjes. Bovenin heb ik dan mijn shirtjes en mijn dunnerdelijk truien met lange mouwen. Topjes. Voor de hond eten geven. En ik ga zelf eten en ik ga een vegetarische pizza eten. Met een heleboel groenten. Gewoon uit de diepvries of in dit geval de koelkast. Lekker makkelijk, maar ik ben wel heel benieuwd. Er zit echt van alles op. Ik zie courgette, aubergine, paprika, broccoli, spinazie, van alles. Lekker. Ik heb voor het lekkere nog een beetje knoflook op de rand van de pizza gedaan. Het stinkt hier in de mega knoflook. Het ziet er wel lekker uit. Maar het ruikt er niet beter op. Oh, het slaat gewoon op je ogen. Bah. Ik ben bang dat mijn ouders straks gaan zeuren over de geur. Ik heb de afzuigkap heel hard aangezet en hoop dat het een beetje weggaat. Maar poeh, het stinkt heel erg. Hij is klaar. Ik zie mezelf niet. Nu wel. Hij is klaar. Ik ben heel benieuwd. Ik ga gewoon gelijk even proeven. Het is wel heel erg lekker. Als je van groente houdt en niet per se vlees op je pizza wil, is deze van de Lidl echt een aanhalen. Oh my god, jongens, kijk hoe dit eruit ziet. Dit is zo leuk. De deur dicht. Kijk. Het ziet er zo gezellig uit. Licht onder mijn bed. De boom die staat. Hier mijn luchtdiffuser. Ook heel chill trouwens. I love it. Ik vind alleen dit nog een donker hoekje bij mijn kast. Maar misschien als ik deze aan doe. Moet alleen nieuwe batterijen in. Of deze. Oh, die zijn dus ook al leeg. Alles is leeg hier. Kijk. Zo gezellig. Oh. Het ziet er zo leuk uit. De boom die staat. Het ligt onder mijn bed. Het is echt super cute en super gezellig. Ik ga even douchen. En me omkleden. Want ik loop nog steeds in mijn schoenen, mijn spijkerbroek. En al die dingen. De pizza was trouwens best wel lekker. Ik had het niet verwacht. Oh, maar het was heel lekker. Ja, ik ga denk ik ook gelijk de vlog eindigen. En hem editen op mijn laptop. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lukken. Ik heb hoofdpijn. Ik weet niet hoe ik daarvan aan kom, maar hoe ik er vanaf kom weet ik ook niet. Ik denk dat ik ze even wat in ga nemen. Dus goed, ik ga dus beelden even op mijn laptop zetten. Dan ga ik douchen en daarna ga ik editen. Het is nog best vroeg. Het is 6:15. Het is nog echt heel erg vroeg. Dus ja. Ik zou zeggen, let's go. Oh, wacht. En die lampjes kunnen natuurlijk ook aan. Kijk. Hoe leuk. Overal gezellige lichtjes. Ik hou ervan. Goed, ik bedank je voor het kijken in deze vlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zit nou weer in mijn haar. Is het weg? Ja, het is weg. Ik hoop dat je hem leuk vond, deze video. Een blauw duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. En trouwens, deze vlog loopt voor, want komende woensdag is de afgelopen week vlog. Dat je dat even weet. Tot snel!